Dus ik lag in feite te slapen, want ik ben niet zo vroeg thuis aangekomen. Gisteren rond 12 uur was ik thuis. En op een gegeven moment werd ik wakker geroepen door mijn broer. Want die probeerde een auto te verwijderen van de voorterrein. Hij moest naar het werk gaan. Dus hij riep me van, hey, koluku wasanja. En ik ben gaan kijken. Ik heb geen verstand van handgranaten. Dus hij zei me van, dit lijkt me sterk op een handgranaat. En ik zei, hoi. Zag geen gekke dingen hoor, zo'n handgranaat. En hij zei me, nou serieus, ik ben geen militair, maar wat ik hier zie lijkt me 80% wel op een handgranaat. Dus terwijl we staan te praten, ik heb natuurlijk met een paar mensen gebeld. Iedereen sliep nog tegen die tijd. En terwijl we stonden te praten, ging een ex-militair voorbij, want hij woont een beetje verderop in de straat. En ik riep om hem te komen kijken. En toen hij dat zag, toen zei hij van, hey, dit is danger, blijf zo ver mogelijk weg ervan. Maar bel de politie ook gelijk. En dat hebben we dus gedaan, de politie is gekomen. En zij hebben dus inderdaad bevestigd dat het om twee handgranaten gaat, die geplakt aan elkaar zijn door tape. En onder die auto dus was. Welke auto? Van je broer? Ja, onder die auto van mijn broer. Dus we hebben geen vaste parkeerplaats. Het is gewoon wie eerst thuis komt of als daar vrij is, dan parkeer ik mijn auto daar. Maar mijn auto staat wel regelmatig daar. Want het is vlak voor het huis. En die pennen waren verwijderd eigenlijk? Ja, die pennen waren verwijderd. En dus ik ben niet zo technisch wat dat betreft hoor, maar ze waren in elk geval dicht getaped, vast aan elkaar. Maar in elk geval was die pen eruit. En dat hebben we ook gevonden een beetje verder op het erf. Het vinden van handgranaten, wel of niet actief of live, zoals dat heet, is eigenlijk een zaak die door geen enkele regering, geen enkele autoriteit getolereerd mag worden. Want het is in onze opzichten een intimidatie van de hoogste graad, in negatieve zin. Dus dat kan nooit getolereerd worden in een democratisch bestel. Meneer Pinas, wij hebben gesproken reeds. Ik vind het triest dat dit gebeurt. En zeker naar uw persoon toe, namens de regering. De president heeft zich al geuit hierover. Maar het is triest dat we dit meemaken in dit land. Ik persoonlijk, komen we vanuit een andere achtergrond, kan niet anders zeggen dan dat dit voor ons ook niet een goede ontwikkeling is. Een trieste ontwikkeling. Jason, ik vind het vervelend wat u nu moet doorstaan, wat u allemaal doorstaat. Ten aanzien van het geval waarbij er handgranaten zijn aangetroffen in de woonomgeving van meneer Jason Pinas. Er is een aangifte opgenomen, zaken zijn in beslag genomen en we hebben een bomschot. En die is ook in een heel vroeg stadium ingeschakeld. Er zijn camerabeelden veiliggesteld. Natuurlijk zal assistentie worden gevraagd om in de directe omgeving waar er camera's zijn, om ook die samenwerking te verkrijgen dat ook deze beelden meegenomen kunnen worden in het onderzoek. Goed dat de regering nu het heel serieus heeft genomen. We hadden gehoopt dat dit al 14 december zou zijn gebeurd. Maar de regering is heel erg geschrokken en ook wakker geschrokken. En nu gezien dat dit heel erg is en zeer schadelijk voor het land. En ook voor de democratie en bedreiging. Ook voor het heel journalistiek veld, behalve voor Jason. Dus we zijn blij dat eindelijk actie is ondernomen. Zijn er afspraken gemaakt? Ja, Jason wordt sowieso beveiligd en nagegaan wordt of het nodig is om een bredere beveiliging te doen. En verder gaat het onderzoek heel diepgaand gebeuren. Ook de Veiligheidscommissie komt in stelling. Want handgranaten, dat is heel specialistisch iets. Een normale burger heeft dat niet. Dus het is een ernstige situatie en er komen acties. En wij willen wat SVJ betreft, de trekkersgroep dan om te verwoorden, dat deze zaak grondig wordt onderzocht, zoals we het ook al hebben gevraagd.
Nu is er wel actie ondernomen, maar ons afwarm niet eerder. Wij zijn in actie gegaan, we hebben stille protesten gehouden en we werden als het ware niet gehoord. We zijn blij en we zijn God dankbaar dat het goed is afgelopen nu. Want ik heb begrepen dat het om Jason heeft mij meegedeeld dat het een nieuwe handgranaat is. De pen was eruit verwijderd. Dus als die auto even erop was gegaan, was dat heel huis misschien opgeblazen. Dan zouden we nu hier zitten en treuren. Dus daarom zeg ik, waarom er moest eerder actie ondernomen worden. We moeten niet wachten tot er iets heel ernstig, en dit is heel ernstig, maar al bij de eerste actie kon er iets ergs met Jason zijn gebeurd. We hebben het Openbaar Ministerie ook gezegd dat we geen genoegen nemen met sorry. Want als je zegt geen lichamelijk letsel, nu als je een handgranaat daar zet, is er ook geen lichamelijk letsel. Dus betekent dat ook hier sorry gezegd gaat worden. Wij nemen daar geen genoegen mee en we willen dat dit bij de rechter terechtkomt. En we willen ook, net als de regering het ook wil, zo snel mogelijk resultaten van waar komen die handgranaten, van welke zijn het recente spullen. Al die technische dingen moeten worden beantwoord. Wanneer we constateren dat de vicepresident eigenlijk aan de basis is van dit incident en de president van Suriname op geen enkel moment die rol publiekelijk afkeurt ten overstaan van de samenleving, dan denk ik dat dat alvast een voedingsbodem kan creëren voor wat we vandaag aan ontwikkeling hebben meegemaakt. Dus wanneer we zeggen dat we als regering persvrijheid als waarde hebben en als waarde willen beschermen, denk ik dat dat de uitstraling moet zijn vanaf de hoogste man in het land. En wanneer hij nu als president dat kennelijk niet, om een of andere reden niet heeft gedaan of niet wil doen, dan denk ik dat dat een voedingsbodem inderdaad creëert voor wat we aan ontwikkeling hebben vandaag en misschien wat nog moet komen. Wij zien in de verklaring van de president in het parlement geen enkele zelfcorrectie of het afkeuren van het optreden van de vicepresident als het gaat om persvrijheid en de bescherming van journalisten. Erger nog, twee zaken. Dit heeft een aanloop gehad. Het is niet de eerste keer dat de vicepresident op deze manier omgaat met ons. Nu is het een stap verder gegaan. Eén. Twee, we zien in de uitspraken die zijn gedaan publiekelijk dat de vicepresident nog verder daarop voortborduurt. Zolang dat vanuit de politiek, vanuit het hoogste gezag, niet wordt gecorrigeerd, zal deze situatie, zullen wij journalisten er geen vrede mee hebben. De fout die hier gemaakt is, is gebeurd door de regering. De vicepresident heeft de journalist gezegd van film niet hier met allerlei termen erbij. En toen zijn lijfwachten opgetreden. Die zijn ook de staat. Dus in feite is het hier een schending van de rechten door de staat. En de staat moet zelf corrigeren en niet alleen maar zeggen van wij betreuren het en persvrijheid is voor ons belangrijk. De hele wereld kijkt. En dan moet je niet daarom zeggen dat je persvrijheid hoog in het vaandel hebt, alleen omdat mensen kijken. Het is een way of living. De president moet de VP zeggen dit kan niet. En dan moet de VP misschien zeggen inderdaad het kan niet, ik ga het nooit meer doen. Dat is wat we willen. Maar hoe voel je je? Eerst ben je mishandeld geweest voor DNA, voor de ogen van de vicepresident. En nu zijn er handgranaten op je erf gevonden. Het gevoel is niet prettig. Ik ga geen Mr. Tough Guy komen spelen. Het gevoel is niet prettig. Maar nogmaals, met de toezeggingen, de harde toezeggingen van, je kunt zeggen de regering, de beide ministers waren aan tafel. En die hebben verzekerd dat ik niet bang hoef te zijn. Dat ik kan rekenen op de beveiliging vanuit de overheid. Dat geeft in elk geval voor dit moment een goed gevoel.